Mark Overmars, onze directeur voetbalzaken. Transfer Deadline Day zit erop. Ik had de indruk, het was een vrij rustige laatste dag. Klopt dat beeld dat ik heb? Dat beeld dat klopt. En dat betekent vaak ook dat het goed is. Want ik vind als je in de laatste dagen nog alles moet repareren, is normaal gesproken niet het beste. Hè? Ik zeg wel, de fietsband moet op tijd gerepareerd zijn en niet in de laatste dag. Dus het was voor ons eigenlijk vrij rustig, ja. Hoe ervaar jij als directeur voetbalzaken zo'n hele transferperiode? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe intensief is dat? Nou, het is eigenlijk een voorbereiding van maanden. Je moet zien, we zijn eigenlijk nu al bezig voor volgend jaar juli. Je werkt vooruit en zo hoort het ook. Ja, je targets, daar moeten we nu al vol mee bezig zijn om eventueel in januari dat we dat goed voorbereid hebben. Dus dat gaat altijd door. Het is niet wanneer het 6 september is, hè, of in welk land, welke datum. Dat gaat eigenlijk nu vanaf volgende week weer verder voor volgend jaar. Ben je tevreden van deze mercato? Ik denk dat we tevreden zijn met de staf en de groep die we toch proberen te verbeteren. Want dat probeer je elke keer, hè, dat de kwaliteit hoger wordt. Dat is het puzzelen wat je doet. Als we kijken naar de inkomende transfers van de voorbije periode, is het dan juist dat er mensen bewust zijn aangetrokken met een instant rendement en andere spelers meer voor de langere termijn? Is dat een bewuste keuze geweest? Zeker. En soms valt een transfer tegen, hè. Dat kan ook, en soms valt het mee. Dat is net een beetje hoe het valt. Ik bedoel, we hebben Anthony eigenlijk ook voor de langere termijn gekocht, omdat je spelers die al zover zijn, die komen dan niet meer naar Antwerpen. Die zijn al, die gaan gelijk naar de topclub. Dus we moeten een slagje sneller zijn. Dan is Anthony een mooi voorbeeld, hè. Die heeft nu toch al waarde gehad in assists en goals. Dus dat soort spelers, hopelijk kunnen er nog een paar in de toekomst vastleggen. Hoe moeten we ons dat voorstellen, die transfers? Is dat iets waar jij alleen mee bezig bent? Of ben je continu in overleg met de coach, met algemeen directeur Sven Jaak? Hoe werkt dat precies? Nou, je moet altijd van een wij-vorm spreken. Hè? Het is een team. En de scouting is heel belangrijk. Die betrekken we heel erg goed erbij. En natuurlijk ook Sven, hè, met alle kennis van de club die hij hier heeft. En het schakelen met de familie Gijsens is daarin ook heel snel. Dat is ook heel belangrijk. Korte lijnen, snel kunnen schakelen, zodat we onze concurrent voor kunnen blijven. Ook opvallend in de transferperiode onze eigen jeugd. Contractverlenging voor Krasniqi, voor Zeno van den Bos. Eigenlijk zijn dat ook transfers, hè, voor de langere periode. Nou, we hebben eigenlijk volgens mij gelijk in het begin al aangegeven, hè, dat de jeugd belangrijk is. En je moet ze ook kansen geven. En dat is vaak het probleem bij elke club, het durven. En daar moet je met de trainer en een directie op één lijn zitten. Zeg maar, durven de jongens bij de selectie te nemen. Of eventueel te laten invallen, wat je met Krasicki goed gebeurd is. Hè. Die was waardevol in het begin bij de Europese wedstrijden. Ja, is niet altijd gemakkelijk, want een trainer moet altijd presteren. Maar je moet daar een goede balans in zien te vinden. Veel fans, denk ik, waren een beetje bang dat Jean Buté zou vertrokken zijn tijdens deze transferperiode. Is niet gebeurd. Integendeel, hij heeft een verbeterd en langer contract gekregen. Belangrijk moment ook voor de club, denk ik, die contractverlenging van Jean Buté. Zeker, hij doet het gewoon heel erg goed en is in mijn ogen de beste jonge keeper in België. Ja, je sterkhouders die probeer je natuurlijk te behouden. Al zal er ook een keer een moment komen, hè, als het transferbedrag groot genoeg is, dat wij ook wel een keer een grote transfer zullen gaan maken. En dat zal denk ik in de toekomst ook wel gaan gebeuren. Maar op dit moment is natuurlijk het sportieve plaatje het allerbelangrijkste. En daar is hij een groot onderdeel van. Als je de spelersgroep bekijkt, dan kan je zeggen bijna alle posities zijn op zijn minst dubbel bezet. Zitten we misschien alleen vooraan met Vincent Janssen als enige zuivere spits, nu Michael Frey geblesseerd is? Een beetje mager, of maak je je daar geen zorgen over? Nee, daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over. Ik vind dat we eigenlijk meer in de vleugels op snelheidgebied, hè, dat we niet eigenlijk de vleugel hebben met de pure snelheid in de diepte. Nou ja, dat is misschien een aandachtspunt voor het komende periode.
Maar dat wordt weer goed opgelost hè, door het hele team. Dat we de kwaliteiten van andere spelers beter gaan benutten. Nog zo'n belangrijke geblesseerde, om hem zo te omschrijven, Balikwisha. Is het dan op dat moment, op het moment dat dat gebeurt, zo'n blessure, snel schakelen en zorgen dat je in die transferperiode alsnog een geschikte vervanger vindt? Ja, wat ik eigenlijk net aangaf, het type wat we zochten, met de pure snelheid, die is niet gekomen. Dat hoef ik niet, dat is helder. En Balikwisha had dat wel, eigenlijk als enige, toch de snelheid. Dus die missen we wel. Aan de andere kant, die komt misschien over een maandje terug. En elke speler die je weer erbij had, gaat ten koste van een ander in het team. En het team moet op een gegeven moment gaan groeien. En ik zeg altijd, als de mercato is afgelopen, zeg maar, dan gaat het team dat gaat settelen. Daarom zaten we eigenlijk, ondanks dat er misschien wat namen links en rechts op doken, waren wij niet meer op zoek naar versterkingen. Nu je het over het team hebt, de synergie tussen de spelersgroep en de sportieve staf, die ook nog altijd relatief nieuw is, hè. Hoe ervaar je die synergie tussen spelers en sportieve staf? Omdat je natuurlijk een hele goede stap maakt, hè, is dat ook goed. Ik bedoel, ik hoop dat we nog deze serie kunnen volhouden, maar werkt het sportieve resultaat mee in zoiets. Dus ik ben benieuwd, het zal ook straks minder gaan. Maar we hebben de ervaring nodig hè, van een Radja, Richie, Toby, om daar een belangrijke rol in te gaan spelen. En dat moeten ze ook gaan oppakken. In dat opzicht, is het dan vervelend dat we Europees zijn uitgeschakeld of kan het ook een voordeel zijn? Hoe moeten we dat inschatten? Ja, maar dat is altijd achteraf. Hè. Als je punten verliest of blessures krijgt in Europa, dan heb je een probleem in het weekend. Gaat alles goed en je blijft winnen. En de spelers zitten in een ritme en dan zeggen ze, ja, dit is lekker. Het is nu apart dat je in een week tijd geen dubbel programma hebt. Dat zie je. In de trainingen moet je aanpassen. Dus eigenlijk achteraf kun je dat pas beoordelen. Maar door de ervaring die ik heb zeg maar, in de afgelopen 10 jaar... merk je wel dat Europees spelen een impact heeft op de weekendwedstrijd daarna. Dus. Beetje afwachten of dat hier ook het geval gaat zijn. Allerlaatste vraag, met de groep die we nu hebben. Welke ambitie mogen wij en de fans koesteren? Ja, eigenlijk wat ik net zei, hè. Ik bedoel, de stemming is allemaal euforie. Maar ik geef ook aan dat het ook minder gaat straks. En daar moet je met z'n allen de lijn blijven volgen die we graag willen. En nogmaals, we zijn nog niet zover. We zijn 6 maanden bezig zeg maar in een bepaalde opbouw. Dus wat dat betreft, waar ik wel blij mee ben, is gewoon als je ziet hoe het publiek, hoe positief dat is. Volle bak. De businessruimte is uitverkocht. Veel mensen die betrokkenheid gaan krijgen hè, bij Antwerpen. En dat is mooi, want Antwerpen is een grote stad, een havenstad. En ja, ik denk als hopelijk het stadion op korte termijn verbouwd zou kunnen worden, dan krijg je echt dat we stappen gaan maken. Ja. Oké, Mark Overmars, onze directeur voetbalzaken. Hartelijk dank en succes de komende weken en maanden.